Nog steeds hebben we te maken met hitte in het zuiden van Europa. Het is opmerkelijke hitte, want er worden best wel veel records gebroken. Het zijn vooral stationrecords die gebroken worden, maar ook maandrecords die sneuvelen. We zien wel een kleine verandering inmiddels, want in Spanje is het scherpste randje van de hitte er voorlopig af. Toch zijn de temperaturen daar nog steeds in het binnenland vaak boven de 35 graden en in de kustgebieden ligt de temperatuur zo rond de 30 graden. In Italië gaat de hitte onverminderd voort. In het grootste deel van het land. In het midden en zuiden zijn nog steeds zeer hoge temperaturen: 35 tot 40 graden. En lokaal in het zuiden zelfs nog warmer. Op Sicilië komt de temperatuur bijna dagelijks ruim boven de 40 graden. En we hebben daar al een keer de 45 graden aangetikt. Overigens, in het noorden van Italië is er wel wat anders aan de hand: Want zware buien trekken over de Alpen en bereiken ook het noorden van Italië. We hebben dat afgelopen nacht gezien, bijvoorbeeld in Venetië. Waar zeer zware onweersbuien overtrokken. met zware tot zeer zware windstoten en ook zeer grote hagel. Dit weekende kan dat weer gebeuren. Op zaterdag houdt men dan opnieuw rekening met dat noodweer. En als we naar Griekenland kijken, dan zien we ook daar dat het daar nog steeds bloedheet is met temperaturen in het grootste deel van het land eigenlijk boven de 40 graden. En ook op de Griekse eilanden blijft het snikheet. Daar komt voorlopig ook nog geen verandering in. Volgende week namelijk komt er een nieuw hoge drukgebied vanaf Afrika langzaam maar zeker wat meer naar het noorden schuiven. En dat zorgt ervoor dat die lucht extreem warm blijft. En we hebben het over Zuid-Europa, maar ook in het zuiden van de Verenigde Staten is het extreem heet. Met name in het zuidwesten. Phoenix, een stad in het zuidwesten van de Verenigde Staten, noteerde voor de twintigste dag op rij een temperatuur van 43 graden of hoger. En dat is zeer bijzonder, dat is ook een record. Het oude record dat stond uit 1974 of 1975, meen ik. En dat was een dag of 18. Die hitte blijft ook daar voorlopig nog gewoon doorgaan. Metrologen in de Verenigde Staten houden er rekening mee dat heel de maand juli het in het zuiden extreem heet blijft. Wel zien we in het oostelijk deel, het zuidoostelijk deel van de Verenigde Staten, geleidelijk aan wat meer vocht komen. En dat betekent dat ook de kans op noodweer, extreem weer in de vorm van tornado's gaat toenemen. In Spanje zien we dat de meest extreme hitte voorlopig even voorbij is. Dan heb ik het over temperaturen die met gemak boven de 40 graden uitkwamen. De komende dagen is het. Zullen we zeggen aangenaam weer met temperaturen zo tussen 30 en 35 graden. Natuurlijk in het binnenland van Spanje kan het nog wel wat warmer worden. Maar op de eilanden is het ook zo rond die 30 graden. De zon die blijft volop schijnen en ook volgende week is dat nog steeds het geval. Echt veel neerslag wordt er niet verwacht in het midden en zuiden van Spanje. In het noorden van Spanje kan af en toe wel wat regen vanuit de golf van Biscayen komen binnenschuiven. Met neerslag houdt men in Italië eigenlijk helemaal geen rekening met uitzondering van het noorden. Want daar kunnen zware buien zo af en toe overtrekken. Die komen over de Alpen en brengen veel water en ook onweer. Ook kan er grote hagel voorkomen. Afgelopen nacht en avond hebben we dat ook gezien, bijvoorbeeld in Venetië. Maar in het midden en zuiden van Italië blijft het extreem warm. Met temperaturen tussen de 35 en 40 graden. Op Sicilië gaat de temperatuur met gemak weer boven de 40 graden uitkomen. En dat gaat dus ook volgende week gewoon. Door. In Griekenland is het ook heet, momenteel op veel plaatsen daar een code rood in verband met de hitte, en de hitte lijkt daar voorlopig ook niet te gaan afnemen. Mensen die volgende week op vakantie gaan richting Griekenland, moeten er rekening mee houden dat de temperaturen in de middag toch vaak rond de 40 graden gaan uitkomen. De hitte in het zuiden van Europa is op zich best wel opmerkelijk, omdat het allemaal zo lang aanhoudt. Het hoge drukgebied boven het Middellandse zeegebied is zeer standvastig. Die hoge temperaturen die komen natuurlijk wel vaker voor. In 2022 bijvoorbeeld zijn er ook veel records gebroken. Als we naar Frankrijk kijken, dan zien we wel grote verschillen. Mensen die op vakantie gaan naar Frankrijk, die zullen in het noorden en midden van Frankrijk toch wel met een wat wisselvalliger weerbeeld worden geconfronteerd. Misschien wel een beetje vergelijkbaar zoals we dat in Nederland hebben. Daar vallen gewoon af en toe wat buien. Maar naarmate je meer naar het zuiden gaat, kom je meer onder invloed van het hoge drukgebied en zal de temperatuur veel hoger uitkomen. Hou rekening met temperaturen zo'n beetje rond de 30 graden, maar zeker landinwaarts kan het ook nog wel 35 graden gaan worden. Overigens is de zeewatertemperatuur erg hoog in het Middellandse zeegebied. Op veel plaatsen boven de 30 graden. Het is bijna bizar. Normaal gesproken is de zeewatertemperatuur zo rond de 27 graden, maar nu dus beduidend hoger.